Alleen maar water? Alleen maar water. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik word voor één dagje taxichauffeur. En wel in deze hele bijzondere taxi. En ik ga kijken of mensen het verschil merken. Ritje in de taxi van de toekomst? Ja. Ik ben heel benieuwd. Wow. Welkom. Dank je. En we zijn vertrokken in de taxi van de toekomst. Maakt geen geluid. Een bijna futuristische auto. Deze auto die rijdt alleen op water. Rogier, deze auto die rijdt op water. Nee, op waterstof. Water wordt omgezet in waterstof en dat gaat de auto in. En daar wordt het omgezet in elektriciteit en daar rijdt de auto op. Is dat waterstof al overal in Nederland te krijgen? Nee, het is best wel schaars. Maar Shell bouwt komend jaar aan 4 nieuwe tankstations. Mag ik even rijden? Waar zijn we naartoe gereden? Meteen naar Frankrijk. Hoeveel water gaat erin dan? Hoe zuinig is dat? Daar gaan we voor het eerst waterstof tanken. Hoeveel liter gaat er in deze auto? Er gaat 5 kilogram in. Kilo? Ja, kilo. Dat is okay. De toekomst. En dat duurt ongeveer 3 minuten om te vullen. En dan kan je 500 kilometer rijden. Maar wat gaat hiermee gebeuren? Maar is dit de tank of wat heb ik dan vast nu? Gaan we er ook nog wat in doen? Nee, de auto heeft geen uitstoot, behalve waterdamp. En die kan je hiermee opvangen. Dit is het moment waar je toch een tijd hebt gewacht. Mag ik hem hebben? Ja. Het resultaat van onze rit. Alleen maar water? Alleen maar water. Wauw. Hebben we hier nou op gereden? Een beetje warm water. Een klein beetje warm water. Hoe is het mogelijk? Ik ben onder de indruk. Leuk. Ik vind het fantastisch.